Een administratief medewerker is iemand die werkzaam is op de administratieafdeling van een organisatie. Een administratief medewerker is meestal breed inzetbaar als allround kantoormedewerker en kan op verschillende afdelingen werkzaam zijn ter ondersteuning, afhankelijk van het bedrijf waar de medewerker werkzaam is. De specifieke werkzaamheden van een administratief medewerker kunnen per bedrijf Organisatie of instelling verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het uittypen van verslagen, het ontvangen van klanten, het klaarmaken van de vergaderzaal, het opstellen van brieven, het maken van facturen, het beantwoorden van de telefoon, het bijhouden van de agenda en bijvoorbeeld aan notuleren. Welke taken een administratief medewerker precies allemaal uitvoert kan verschillen per administratief medewerker omdat de term administratief medewerker vrij breed te noemen is. Als administratief medewerker kan je voor verschillende bedrijven werkzaam zijn in alle denkbare branches. Een andere benaming voor administratief medewerker kan ook zijn bedrijfsadministratief medewerker. Als administratief medewerker zal je tegenwoordig in veel gevallen werkzaam zijn met computerprogramma's. Waarbij het verwerken van informatie vaak tot de kerntaak zal behoren. Als administratief medewerker krijg je op veel verschillende manieren te maken met informatie. Denk bijvoorbeeld ook aan het registreren van werkuren, ziekmeldingen en aan het eventueel uitwerken van offertes. Andere werkzaamheden van een administratief medewerker kunnen zijn het archiveren van belangrijke informatie. In de meeste gevallen zul je als administratief medewerker samenwerken met verschillende collega's, die allemaal verantwoordelijk kunnen zijn voor specifieke administratieve werkzaamheden. Ook dit kan verschillen per werkgever en afdeling. Administratief medewerkers worden ook wel eens aangemerkt als duizendboot.